Daar ben ik weer! Yo, what up? Hoe gaat het allemaal? Met mij gaat het goed, leuk dat je het vraagt. En ik heb nog een vraagje voor jullie. Hoe was jullie vakantie? Leuk. Erg leuk. Fijn dat je het ook aan mij vraagt. Dankjewel. Echt lief van je dat je dit ook aan mij vraagt. Dat je zoveel om mij geeft. Ik geef ook zoveel om jou. Nou, mijn vakantie, ik heb eigenlijk niks gedaan. Ik was geblesseerd, dus ik heb eigenlijk niet zoveel buiten kunnen doen. Dus dat was heel leuk, moet ik zeggen. Maar daar gaat het niet om nu. Het gaat nu vooral om wat we gaan maken. En vandaag gaan we ramen maken. En dan vraag je, ramen zijn toch alleen maar noedels? Klopt, maar je kan het ook als een recept maken. Dus wij gaan nu een ramen recept met ramen maken. Doe in een grote pan 830 ml water. En breng het eventjes aan de kook. En nadat het aan de kook is, gaan we weer verder, ja? Dit water is voor de bouillon. Dus het ziet er weinig uit, maar het is echt genoeg. Want je houdt heel veel over. Dus. Als het water kookt, doe je de venkel erbij. De hemberwortel. Knoflook. De ui, de carbonades en een halve peper. Ik heb hier alleen een groene jalapeno. Ik heb niet de rode, eigenlijk moet dit de rode zijn, maar dat boeit niet zoveel. Dus groen of rode, halve jalapeno en ontpit hem. Zoals je kan zien is hij ontpit en dan is hij veel minder heet. Want ik heb hier een keer een hapje van genomen en ik ging van binnen, zat ik in de fik en ik dacht dat ik naar de hel ging. Dus dat moet je niet doen. Doe hem er maar lekker eventjes bij. Als het dus een beetje kookt, nog niet helemaal, maar dit is wel goed als het kookt, dan moet je, zie je dit schuim zitten? Zie je dat witte schuim? Dat wil je niet hebben, omdat, ja, dat wil je er gewoon niet bij en dat heb je allemaal niet nodig. En anders kookt dat 3 uur mee. En dat wil je niet, dus dat moet je er heel eventjes van af gaan halen. Kijk, zie je dat? Waarschijnlijk niet. Kijk, zie je dat? Dat laagje daar? Dat wil je niet. Dus dat moet je er even afhalen. Nu je het schuim hebt verwijderd, doe je er 1/3 eetlepel paddenstoelen, gedroogde paddenstoelen aroma bij. Zo, hoppatee. Dan laat je trekken voor 3 uurtjes, dus deksel op de pan en ik zie je later. Oh ja, en bij die 3 uur doe er een vlamverdeler onder, zodat het eventjes het vuur mooi wordt en gaal wordt verspreid over het pan. Als je dat dan hebt klaargezet, warm je de oven op 130 graden hete lucht. Wat we dan doen, maken we eventjes de marinade voor de speklapjes. Want die moeten ook nog in de oven voor 2 uur. En die moeten dus gemarineerd worden om een lekker smaakje eraan te geven. Nou, wat je doet is 100 ml cola. En ik haat cola. 50 ml sojasaus. Komt hier wel. Godverdomme. Oh, godverdomme. We interrupt this program. En dan een goede volle eetlepel rijstazijn van Vitisa. Nu te koop in de winkel. Nou. Sorry, ik word ervoor een beetje cringe, maar het is echt goede, volle eetlepel. Rijstazijn. Dan doe je in een kleine ovenschaal je speklapjes, waar ze net in passen, dus niet te groot moet die. Dus zo, hop, thee erin. Pas precies. En dondertief straal je je marinade eroverheen. Zo, hoppatee. Mooi. En dan flikker je ze in de oven voor 2 uur. Dat kan dus meteen nadat je je bouillon hebt gemaakt. Flikker je ze er meteen in. Nou, goed hoor. Geen deksel op de pan. Het spijt mij. Geen deksel. Na 1 uur draai je de speklapjes eventjes om. Dus dan kier je. Zo. Dat even doen. Nadat je hem 2 uur in de oven hebt laten pruttelen, die speklapjes, haal je ze even uit de oven.
en laten ze afkoelen terwijl ze nog vochtig zijn. En als je dan ongeveer nog 30 minuten over hebt voordat de bouillon klaar is, doe je even een hardgekookt eitje maken. Dit zijn er twee, maar een hardgekookt ei bak je dan voor 8 minuten. Als ze 8 minuutjes hebben gebakken, laat je even schrikken! Want dan stoppen ze meteen met koken en zijn ze perfect. Dus let's go! Als je de carbonades laat afkoelen in een eigen vocht, dus van de marinade en van het laagje vet nog een beetje, dan moet je ze even uithalen en een plakje snijden. Dus laten we dat maar heel even gaan doen, hè? En dan snij je dus in plakjes. En het ziet er echt Dan, als je wat water op de kook hebt laten brengen, doe je de noedels er eventjes voor 4 minuutjes in. Het ziet er een beetje knullig uit hoe ik het doe, maar ik heb nu even een andere manier. Even koken voor 4 minuten en daarna moet je het afgieten. Dan doe je gesneden kool, moet je daar warm water overheen gooien. Dus niet koken, maar je kookt het eigenlijk in principe zo. Je dondelt er gewoon water overheen. En dan zeef je de bouillon eventjes af, dus dan leg je daar het vlees. Als je de bouillon hebt gezeefd, doe er dan wat misosoep bij naar smaak. En dan ga je het bord lekker opmaken. En dan ga je eten. En dat is fijn. Want dat wil iedereen. Dus ga dat maar heel even doen. Ja, nu meteen ja. Ja, ja. Nu. Nu. Nee, niet zo. Nu. Laten we het eventjes lekker gaan proeven. Wat vind je daarvan? Ik zeg ja, laten we het maar even doen. Hè? Nou, kijk. Met een stukje gember en een noedels. Beetje pittig in de verte. Vlees valt uit elkaar zodra je erin bijt. Dat is ook goed. Het ei, ik hou eigenlijk niet van ei, maar het voor de show is. We proberen het toch maar even. Zo. Nou. En natuurlijk Noorival. Maar ik weet hoe dat smaakt. Dus dit is gewoon tanto amazing. Ik zou zeggen, ga dit vooral maken, want dit is echt goddelijk. Ik ga er bijna Chinees van praten. Of welke Aziatische taal dan ook. Maar deze keer vergeet ik het echt niet. Gezegd staat in de beschrijving. En bye. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer.